Geef niet op. Kijk, ook al zeggen mensen om mij heen van beter doe je het niet, ik ben altijd al een koppig persoon geweest. Ik ben altijd al iemand geweest dat als ik wat wil doen, dan doe ik het gewoon. Vandaag gaan we sparren. Het is de eerste keer sparren voor Nessim. Ik heb twee jongens gebracht. Ik heb hier een oude rot in het vak, Niels. En hier heb ik superster Dirk. Ja, mijn naam is Dirk Naldo, ik ben 25 jaar. Ik box al een tijdje en ja, ik ben Nederlands kampioen. Ja man, Nessie moet zwaar in de bak vandaag. Eerste sparring van trainingskamp. Ja, we zijn nog steeds in de eerste week. Nog 7 weken voor te veel. Ga nu even warm stoten. Ga je boksen. En kijk maar verder. Kijk, weet je wat het goede is aan sparren tegen jongens die goed zijn? Is dat zeg maar, je wordt gelijk in het diepe gegooid. Want deze jongens Nederlands kampioen. Ja, ik weet sowieso dat ik zeg maar niet kan. Binnen van hem, je weet toch, maar het gaat er meer om dat je zeg maar mentaal tegen iemand staat die beter is dan jij en je moet een soort van overleven in de ring. En dan wordt zeg maar je tegenstander op de dag zelf, wordt in principe appeltje eitje zijn als je hier kan overleven. Maar de vraag is, ga ik het overleven? Vooraan Nessie, vooraan, kom op Nessie! Goed, laat het werken, links, rechts, laat het werken, laat het maar kijken. Niet stoppen, doorgaan! Goed zo, zie je nu? Door. Nu! Alles of niets, Blijf even kijken, als je die dekking zit, moet je blijven kijken, Nessim. Anderhalve minuut, break, meteen beginnen, niet je rug geven, meteen erop. Zo, meteen, als je er voor staat, meteen beginnen. Juist, zie je? Kimpje borst, juist, links voor nu staan. Links aan de hand, rechtop! Laatste 5 seconden, jongen. Opstaan. Nog een halve minuut. Niels, geef me eens water. Staan, moet ademen. Boksel dan? Wat was het, je leven? Nee, ja. 3 à 6. Gewoon ademhaling en paniek gewoon, man. Ik heb geen pijn ofzo. Hé, als je geen pijn hebt, ga je nu nog een keer. En als jij moe bent, wil je opgeven. Maar dat doen we hier niet, we geven niet op. Daarom zeg ik tegen die jongen, zet hem aan. Daarom straft hij je nog een keer op je lichaam. Waarom? Dus je hebt er helemaal profijt van. Snap je? De volgende keer, die stoten slik je gewoon weg. Blijf kijken. En je moet blijven ademen, blijf werken! Je staat tegenover killers. Voor de rest, moet even naar me kijken. Ik zeg even. Chapeur, kan je even, even papier regelen ergens? Ja, zeker. Dankjewel. Goed gedaan. Ken je die quote? You wanna be a fighter? Ken je die? Ja, you wanna be a fighter? Wil je vechter zijn? Nou, dan moet je dit mee maken. Je moet even kijken, alleen nog zwaarder worden. Maar je gaat er profijt van krijgen. Op het moment dat jij in de ring staat en je wint, je hebt je arm in de lucht, dan weet je voor wat je het hebt gedaan. Ja, ik ben trots op je. Ik wist echt niet wat ik moest verwachten van Nessim. Dat was voor mij ook allemaal nieuw. Ik wist niet wat zijn niveau was. Of je wel iets kon, of je niks kon, of je wel de ballen had of niet. En ja, mijn eerste indruk. Als ik heel eerlijk ben, hij deed het beter dan verwacht. Maar als je nu kijkt, nu, 4 weken later, en nu is het echt. Ja, van de jongens is het een man geworden eigenlijk in de ring. Ah. Gaan we niet zeggen dat je rib is gekrust? Ah. Gaan we eens kijken. Knap, dat iets, man.
Waar deze? Ja. Dit is een zwevende. Ik heb een ribblessure opgelopen. Ik heb meer ervaring opgebouwd, dus ik denk dat sparren in de toekomst zeg maar, ook beter zal gaan. Ik hoop blessurevrij het gevecht in te gaan. Als je gasten probeert te hoesten. Pijn. Hoe kunnen we in de toekomst proberen. Weet je, ik wil, zeg maar echt, ik wil echt geen blessure oplopen. Naar richting. Nee, kijk, wat ik wel. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Heel eerlijk met je zijn. Je gaat de eerste 2 weken ga je overal pijntjes krijgen. Ja. Dat is heel normaal. Dat groei wel overwezen. Ja, je lichaam moet eraan weten. Je bent niet gewend. Dat het geen blessures en zo, dan moet je een hele andere sport kiezen. Zoals een andere sport krijgen blessures. Zoals mensen die schaken krijgen blessures. Zou je het bedoelen? Dat is het. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld heel lang niks heb gedaan en nu ga weer volop trainen, mijn hele lichaam doet pijn. Lieve mensen. Een tijdje geleden had Justo mij uitgedaagd om te vechten. Natuurlijk, hij is het type die op hype springt en het was even een hype dat hele vecht gebeuren. Eindstand hoor je niks meer. Kijk, bij ons is het geen woorden maar daden. Dus ik ben nog steeds bereid om gewoon de ring in te gaan. Dus hierbij daag ik Justo uit voor een boxing match. 22 september op WFL. Je kan het live checken op Spike. Alles erop en eraan. Alles is al gefixt. Het enige wat jij moet doen, Justo, is nu met je dikke reet de gym in gaan, een gewicht halen, opkomen dagen en that's it. Dus ben jij niet bang, dan kan je dit eigenlijk alleen maar accepteren. Maar ja, we gaan het zien. 22 september, Joes. Dit is je enige kans, denk ik, man, om met mij de ring in te gaan. En neem je pyjama mee. Je gaat slapen. Ik moet zeggen, het was best wel moeilijk om het te combineren. Pardon. Omdat zeg maar, kijk, trainen is één ding, maar ook je voeding aanpassen. Mijn levensstijl hiervoor was optreden, McDonald's, alcohol drinken, shisha roken. Weet je, ik heb ook nog een tijdje gewoon sigaretten en zo gerookt. Dus zeg maar, het is een hele andere lifestyle. Dus het is gewoon echt fucked up, gewoon je lichaam vergiftigen. Maar ik heb dat al maanden losgelaten en echt alleen maar gezond gegeten. Snap je? Dus je kan niet een burger eten of een milkshake of wat. Dat kan gewoon niet, want je lichaam heeft dat niet nodig. Supergaat is officieel in de building, man. We zijn op Schiphol, jongens. Zomertour is nog steeds niet afgelopen. Nog 3 keer. Vandaag gaan we naar Joret. Mijn oog is opgefokt en shit. Mijn gezicht is helemaal mishandeld. Dankjewel, Niels. Love, man, broer. Maar ik zweer, 1 deze 6 weken, ik ga je terugpakken, Niels. Iets, er moet iets aan je gezicht veranderen. Kijk, ik ben niet zo populair als QC. QC is echt een god. Jongens, we zijn aangekomen in Barcelona. En we gaan vandaag optreden in Club Bumpers en in Blanes. En ik heb last van mijn neus, man. Ik heb onweer bloedkorsten in mijn neus. Ja, dit is echt heel smakelijk dit. Kijk, allemaal korsten in mijn neus. Zo lekker. Ja, dat doet pijn, man. Wil je makkelijk niet meer aanraken met die hand? Goed. Gatver. Ja, je zegt niet doen. Ja, sorry. Maar we gaan nu even richting het hotel. Gaan we even lekker, ik hoop misschien nog even slaap pakken. Dan even eten met z'n allen. En dan tonight it's showtime. Nou jongens, er zijn 2 dingen heel belangrijk. Dat is goed eten en goed slapen. En dit is misschien het meest mannelijke. Hij is ook nog eens roze. But it, hoe zeg je dat nou? Makes the job done? Of het, nou, het werkt. We gaan even een klein half uurtje verputten, man. Yeah, I have it in my playlist. Yeah. Pardon! Yeah, pardon! You know the song? Yeah, this is my playlist. Manolo. Yeah. Pardon! Yeah, I thought it was a playlist. It's not a song, man. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, hey, you made that in Spain, in playlist. Pardon.
gelijk door naar de volgende in Arena Plan S. Nou jongens, optreden zijn klaar, godzijdank. Mijn stem is weg, ik heb hoofdpijn, ik wil slapen. Alles erop en eraan. We gaan nu lekker terug naar het hotel, links. Mag ik je voelen? Hola, alsjeblieft niet, bro. Echt pijn. We gaan nu eindelijk naar huis toe. Ik heb op zich 6 uur geslapen, ongeveer. Ik werd gek van die schreeuwende kinderen in de ochtend, man. Papa, blijf. Wat is dit? Ze hebben het wel naar hun zin. Of ze worden mishandeld, ik weet het niet. Eén van de twee. Eerst dat we een keer lekker eten hebben. Welke is voor mij? Bro, ben je toch fit? Ja, godverdomme. Hij is jouw brood aan het. Heb je nou echt een hele kip gegeten? Die hap nog in de mond. Ik heb nou één hap, weet je toch wel dat het geen... Ja, ik moet nog kaas in het begin. Ah, man. Tijdens de zomertour merkte je wel van, kijk, weet je wat het is? Normaal doe je veel dingen samen, gezellig en zo. En nu was het wel van, oh, hij gaat niet meer, hij gaat slapen. Of, weet je toch, met eten en zo ineens van. Het is minder gezellig, net zoals dat ik misschien vegetarisch werd. Hè, kwam ik ook niet overal mee naartoe. Dus dat is wel, het is wel jammer. Maar aan de andere kant, je weet waarvoor hij het doet. En dat hij er gewoon 100% voor gaat. Dus dan moet je iemand ook niet tegenhouden. Natuurlijk maak ik wel eens grapjes van, hey Nes, man, je bent zij vandaag, dit en dat. Maar... einde van de dag weet ik gewoon waar hij voor het doet, dus. We zijn nu een tijdje gestopt met mensen interviewen op straat. En we zijn laatst naar Appelsap gegaan, daar hebben we het weer gedaan. En we gaan het weer een klein beetje terugbrengen. Dus vandaag zijn we in Tilburg. En gaan we mensen weer leuke vragen stellen op straat. Because that's what the people want. So we give what the people want, weet je. En dit doen we gewoon naast het trainen. Heb je hem? Cool. Heeft hij al verteld aan de camera dat mijn oprechte excuus is dat ik te laat ben. Ja, ik ben een uur te laat. Mag het een keer? Mag het een keer? Ik heb gewoon een legit. Wat dan? Bro, luister dan. Jij plant een half uur na mijn training plan jij Foxpop aan. Ja. Het kan niet. Tilburg. Jij zegt maar Tilburg. Dat kan toch niet? Je hebt een half uur de tijd. Ja, maar dat kan niet. Zeg maar planning wise. Ik moet nog douchen, even wat drinken. Dit, bro, kom op man. Oké, ja, maar zeg maar een maar half eerlijk, uur. Maar eerlijk, qua planning. Ja, nee. Niet een eens. Een uur wel. Bro, ik train anderhalf uur. Oké, okay, maar niet. Okay, het is mijn schuld. Nee, beide kanten. Nee, 37. Luister, wat? 37. Jij zei van tevoren, zei 70-30. Ja, oké, 70-30. 70-30. Daar kan ik mee. 70 jouw kant? Nee. Accepteer dat we er zijn. Accepteer dat ik nu shine. Accept Giro voor die prijs. Accepteren doet je pijn. Accept. Jij moet accepteren. Accept. Jij moet accepteren. Accept. Jij moet accepteren. Accept. Jij moet leren accepteren. Kijk, dit is wat wij doen, jongens. Mensen een lach brengen op hun gezicht. Niet alleen op straat, maar ook thuis. Hè? Daar zijn we voor. Ik heb wel veel minder tijd met hem. Hij is elke keer alleen maar bezig eigenlijk met vechten. Hij traint dagelijks, soms 2 keer per dag. Zijn voeding is natuurlijk ook anders. En als hij thuis is, is hij echt daar ook wel mee bezig, hoor. Want dan kijkt hij over documentaires of films of gevechten. Dus ik hoor het heel constant om me heen. Wij zijn bij Armando thuis. Ik had een tijdje geleden... Ik kreeg heel veel DM's binnen van mensen op Instagram. Ook heel veel bullshit. Maar soms zit er wel iets interessants tussen. En Armando is dus een bokser. En hij zei van jou,
Ik kan je wel even helpen of zo met trainen. Dus ik denk van ja, dat is wel leuk. Dus ik ging kijken op zijn Instagram. En toen dacht ik van ja, hij is fucking goed. Nee, toch? Dus toen dacht ik van ja, ik zou wel echt wat van kunnen leren, weet je toch? Dus nu zijn we hier bij hem thuis, even een broodje kip aan het eten. En ik denk dat het wel afzien gaat worden straks. Gaan we dan, jongens. Lekker trainen! Is mijn neus nog een beetje dik? Een beetje wel, man. Klein beetje. Maakt niet uit. Ik heb een boksersneus. Besef dat ik gewoon de afgelopen 4 weken alles heb meegemaakt wat een bokser in een hele carrière meemaakt. Ribben gekneusd, dikke neus, alles, man. Maar we zijn er nog! We leven nog! Let's go. Nog wel. Nog wel. We gaan even rekken en dan gaan we beginnen met een interval van 20 minuten. Fuck, ben jij begonnen? Dus je bent ook nog bezig. Je moet elke plek zien te vinden. Ik probeer voor deze partij probeer ik nu al bijvoorbeeld gewoon 2 keer per dag te trainen. En dan train ik bijvoorbeeld in de ochtend. Ga ik overdag werken. En dan moet ik in de avond weer gaan hardlopen of wat dan ook, weet je. Ja, goed, ja. Probeer dat als jij weet dat jij in de avond een zware training hebt. Probeer dat je in de ochtend een iets rustiger training hebt. Pak als je het rib toelaat buikspieren. Pak wat stootoefeningen. Pak bijvoorbeeld het roeitoestel. Ja. Ga je rondjes opzoeken van wedstrijden. Ga je intensief roeien 2 minuten. Mm. Pak je een minuutje rust. Ga je weer 2 minuten roeien. Zoek je wedstrijdtijden op. Mm. Maar zorg niet dat je 2 keer per dag probeert alles eruit te gooien. Want het probleem is, dan ga je op een gegeven moment eind van de week gewoon leeglopen. Ja, desnoods zet je muziek op. Ga je 3 minuten lang in een ring bewegen. Alleen maar bewegen. Schaduwboksen, maar ook bewegen. Blijf op je voeten. Blijf dansen. Als je dat een half uur tot een uur kan, dan weet je zeker dat je in de wedstrijd die voeten gaan jou niet in de steek laten. Ja, precies. Het is puur hard werken. Mijn ouders die keuren het niet goed. Ze vinden het niet leuk dat ik ga vechten. Ze vinden het wel leuk dat ik ga trainen. Ze vinden trainingen leuk, want ik word fit. Dat vinden ze tof om te zien. Maar ze vinden het niet tof dat ik ga vechten. Vooral mijn vader, die vindt het echt niks. Mijn moeder die kan zich soort van nog wel een beetje inleven of zo, dat ik het tof vind. Maar ze vinden het ook niet leuk dat ik echt een partij ga vechten. En ze waren er ook echt zwaar op tegen, want ze probeerden hem ook gewoon om te praten. Nesim is Nesim. Als hij eenmaal een doel heeft, kan niemand hem eigenlijk meer ompraten. Ik weet wel dat zijn ouders het nog geprobeerd hebben bij hem met het gevecht, maar hij luistert toch niet, dus ik probeer het eigenlijk ook niet meer. Er zijn al wekenlang geruchten op social media dat bepaalde influencers graag tegen elkaar zouden willen vechten. We hebben natuurlijk net het gevecht gezien tussen Logan Paul en KSI. Maar ook in Nederland zijn we ons aan het voorbereiden. Er zijn veel namen voorbijgekomen op social media. Maar ik mag officieel mededelen dat de eerste bokswedstrijd tussen influencers een feit is. Nesim strijdt 22 september tijdens het World Fighting League Gala tegen niemand minder dan Anouar. Hiervoor moeten zij de aankomende weken keihard trainen om elkaar letterlijk de ring uit te slaan. Ik had het al aangekondigd, er gaat ook gebokst worden in Nederland.
waren dus heel lang bezig met het struggelen van vinden van tegenstanders. En de tegenstander van nu is Anwar geworden. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal van zijn memes. En van het feit dat hij mij heel vaak aanpakt op social media. En daarvoor gaan we hem terugpakken. Hij is niet flikker daar gewoon. Flikker! Je gaat noekie! Oh ja, sorry. Ik ga je niet storen, Ja, precies. Prima, Shane. Kom maar aan, hoor. Sorry, hoor, jongens. Nee, dat maakt het niet uit. Er zijn kinderen bij, hè? Die ervoor voor elke meme die hij ooit de wereld in heeft gestuurd met mijn foto, gaan we hem aanpakken. Maar vandaag is de eerste keer dat ik hem zie ook voor het gevecht. Ik vind het wel spannend, man. Leuk. Is dit documentaire? Ja, nee, man. Bruce Lee of zo. Wat ga je documentaire maken? Blijf praten. Dit is een geest, maak documentaire, alles, man. Blijf praten. Even serieus, man. Ik ben een documentaire maken. Ja, 25. Ga je documentaire moet bij als je 50 bent, bro. Ga je 25 documentaire. Blijf praten. Bro, wees blij dat je met documentaire komt, man. Je hebt dit nodig. Broer. Je hebt dit nodig voor je carrière, man. Schrijf een boek, man. Weet je maar documentaire. Ik denk, ja, zie je deze Bruce Lee of zo? Praat veel. 22 september. Gaat mondje dicht. Denk te veel aan, zeg maar, de pijn van de afgelopen weken training en zo. Dat ik het gevoel heb dat mijn lichaam me niet aan kan. Ja, maar jij denkt te veel, ik moet meer doen. Dat is in elke training zo, je moet meer doen. Zoals daar, je geeft zo bij die trap geef je gewoon op. Terwijl je gewoon omhoog kan lopen nog. Snap je? Je denkt te veel aan pijntjes. Je denkt te veel. Ja, maar, als je gaat, heb ik moet het gewoon doen. Mijn lichaam die zegt gewoon heel de tijd tegen mij van... Nee, je hoofd zegt het, niet je lichaam. Je hoofd. Je hoofd geeft eerder op dan je lichaam. Maar je hebt het wel volgehouden. Daar gaat het om. Maar je moet dat stoppen. Ja, dat stoppen moet niet meer in je hoofd zitten. Dat stoppen van je kan niet. Je moet gewoon gaan tot je knock-out gaat. Wat ga je doen als je vecht, als je stoot krijgt? Oh, het is zwaar. Wacht, ik ga stoppen. Doet pijn. Je gaat toch ook gewoon door, of niet? Staat die zender aan? Ja, even wachten. Ja, nee. Ik ga niks eten, ik ga presteren vandaag. Is niet slim, bro. Ja, dat was te laat, zak. Chuck die drive.
Heb je gegeten? Het is een sportgap. Het is echt een sport dat we hebben. Kijk, dit is lof en respect binnen de sport. We moeten elkaar helpen, man. Alleen maar haar, dit, dat. Oh, kijk, hij doet zijn best nog. Gewoon respect door hem. Ik ga memes van hem maken. Zou ik met wat jullie aan het doen zijn op het moment niet skippen, nee. Het is wel raar, ik dacht dat het zweet was, maar het zijn allemaal tranen. Je eigen fucking meme, ouwe. Maar je trapt me dood. Pak hem op, jongen. Oké, je hebt NCD power. Sorry, dat dit. Dus, gaan we nog gewoon flikken, hè. Dan hadden we het zien. Het gaat erom dat je gewoon elke keer iets zegt dat je van boks aan hebt. Ja, dat is goed. En dat zijn vijf aanschrijvers. Oké, klaar. We bewezen om het te lezen. Goed zo. Adem. Gewoon niet met de adem. Goed zo. Relax. Rustig. Even bijkomen, water pakken, een beetje zoet krijg je en dan gaan we weer verder. Het heeft me goed ontbeten. Ja, dat weet ik, maar we gaan het gewoon afmaken. Ik ga niet praten over wat wel kan of niet kan. Ik ga gewoon praten wat we gaan afmaken. Ja, kijk, dat is het. Hou vast. Ja, Bikkel. En Klaas, hier. Klaas, heel jammer. Goed zo, lekker. Adem, nu weer rustig zitten. Gewoon chillen. Wees blij, grapje, wat gaat. Ben je blij? Ik ben blij, maar volgende keer moet ik meer eten. Dan haal ik hem in één keer. Dus hij komt de volgende keer. Volgende keer haal ik hem in één keer. Oké. Okay. Beter eten. Oké, guys. Het is official. Dit is de eerste fight. Ja, ding. Momin, hij pusht me tot het uiterste. Hij zorgt ervoor dat ik gewoon... Weet je, wat ik ook tof vond... Hij checkt me ook gewoon. Zeg maar, los van het trainen, in de middag hij belt me. Yo, eet je goed? Heb je geslapen? Hoe voel je je? Blablabla. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat zeg maar, los van het hele trainen wat we hier doen... Dat zeg maar, daarna soort van ook een relatie wordt opgebouwd... Tussen vechter en trainer. Weet je? Dat je een soort van een band creëert. Dus zeg maar, ik voel wel zeg maar, dat er een soort van om me gegeven wordt, los van het feit dat hij me helemaal sloopt tijdens training en op dat moment misschien niet veel om me geeft. Maar daarnaast wel, snap je? En dat vind ik wel belangrijk, want dat geeft ook vertrouwen. Je weet waarom jullie hier zijn. Ik ga even een dagje meeboksen. Omdat Nesim met 22 september vechten tegen Anwar. En dan gaan jullie even kijken wat hij met mij doet. Even doodgaan. Gewoon doodgaan, man. Dus, jullie gaan zeg maar vandaag ervaren wat ik elke dag moet ervaren met deze man. Even lopen, jongens. Is welke kant? Even lopen, kom. Hey, push op.
Het lijkt nu alsof ik zeg maar niks aan het doen ben. Maar ik heb hiervoor heb ik al een training gehad. Dus wat we nu aan het doen zijn is eigenlijk even opwarmen voor de jongens en dames. En ik ga straks halverwege ga ik even meedoen. Gaan we een beetje boksen, maar niet te veel. Ik moet even rustig aan doen. Maar ik vind het leuk dat zij even gaan ervaren wat ik elke dag ervaar. En dat is doodgaan. We zijn weer aan het trainen. Ik doe gewoon een klein beetje mee gewoon om het leuk te maken, toch? Maar ik zie hun echt doodgaan. En ik wil ze vandaag echt gewoon bijna huilend naar huis zien gaan. Dat is wat ik wil. Het leuke is dat we denken dat we klaar zijn. We zijn nog niet klaar. We gaan even sporten. We hebben vandaag training gegeven aan wat mensen op Instagram. Ik vond het fucking gezellig. Sowieso, shout out naar iedereen die is gekomen. Echt fucking veel respect. Ze hebben vandaag karakter getoond. Ze hebben lef getoond. Ze hebben lekker gespart tegen Mo. Dus, ik ben een beetje afgebeeld vandaag. Voor jezelf gaan? Ik heb klappen gehad van de meisje. Ik heb het niet verwacht. Ze hebben ervaren wat ik soort van elke dag met deze guy moet ervaren. Ja, waarschijnlijk nog een klein beetje minder, maar het is wel gewoon lekker doodgaan. Ah, oh, flikker. Gelukkig heb ik buikspieren. Ik hou ervan zeg maar, om mezelf naar een limiet te pushen. En ik hou van uitdagingen in mijn leven. Als ik zeg maar, heel lang hetzelfde doe, dan voel ik me een soort van nutteloos ofzo. En dit is voor mij weer iets nieuws, een nieuwe uitdaging, een nieuw leven. En daar weer soort van alles voor geven. En ik wil gewoon ook de eerste zijn in Nederland die dat doet. En ik wil die zeg maar van de primeur te pakken heb. Dus ik hou echt van boksen. De trainingen ook die we doen, is gewoon je lichaam gewoon echt overgeven aan de sport. Gewoon leiden om iets te kunnen bereiken. En ik hou daar gewoon van. 21 september gaat Nessie neer. Ik ga laten zien dat 2 weken training genoeg is om hem neer te slaan. Zeg maar, tijdens training haat ik zeg maar mijn leven gewoon. Maar na training voel ik echt van wauw man, ik heb het gedaan. Ik wil gewoon winnen en ik wil gewoon mijn tegenstander kapot maken. Weet ik waar ik het voor doe, dus het is het waard. Werken. Pansa, werken. Geef je niet op, dat doen we hier niet. Voor nu is 22 september het belangrijkste. Ik ga me eerst daarop focussen en ik zie wel wat de toekomst brengt. Een meme koning gaat een meme worden.